Takken soepen als we rijden door foto. Chase the bag, geen hoes is de motto. Je wijfie is fijn, kan het zweren, koko. We willen hondenvlees legaal maken. Oh, kitty. Ik denk dat jij wel lekker smaakt, hè? Voor al dat harde werk wat jij ooit hebt geleverd, voor al die tijden filmen, vind ik dat je iets terug van mij krijgt. Ik heb het grootste cadeau ooit. Hier, Tambi. 5 cent. Ja. Mag ik u wat vragen? Zeker. Heeft u misschien 5 cent? Nee, ik heb geen cash. Oh, dan hier. Nee hoor, helemaal niet. Oh nee, maar ik vind dat iedereen wel 5 cent moet hebben. Bedankt. Dus als u, ja. Ik weet, het zijn moeilijke tijden, dus daarom geef ik het terug aan de mensen. Ik hoef geen cash. Nee? Ja, u heeft geen 5 cent. Ik vind dat iedereen wel 5 cent minimaal moet hebben in het leven. Anders, ja, beetje keer. Maar hier, alsjeblieft. Moet ik het... Was jij niet degene die vreemd ging op mijn zusje? Wel. Hé, hey, terugkom hier, vriend. Hé, hey, hé. Hey. Waarom deed je dat met mijn zusje? Hé, hey, jongeman. Hè? Je ging met je eigen nicht vriend op mijn zusje. Ja, dacht ik beter doorlopen hier in Naaldwijk, vriend. Ja, luister. We zijn vandaag in Naaldwijk. Maar ik ken de weg echt serieus hier niet in Naaldwijk. Ik moet even de weg vragen. Weet jij misschien waar de Albert Heijn is? Of de Dirk? Dirk is daar. Nee, ik heb mijn vriendin. Ik hoef je snap niet of zo, hè. Maar waar is de Dirk? Daar. Nee, kijk, je ziet er leuk uit. Je bent vast een leuke meid, maar nee. Okay, ik hoef je snap niet, ik hoef je nummer niet. Oké, maar de Dirk is daar. Nee, wil je me niet, waarom moet je gaan waar ik heen ga? Wil je me alsjeblieft met rust laten? Nee. Hoe doe je nee? Help! Er zijn genoeg vissen in de zee. Ik weet niet wat we hier in Naaldwijk kunnen verwachten, maar we moeten spullen halen. Mag ik je wat vragen misschien? Heel snel. Weet je misschien waar de action is? Oh nee, ik hoef niet je nummer, hè. Ik heb een vriendin. Wat is er met iedereen? Waarom wil iedereen mij... Mag ik wat vragen? Weet u misschien waar de action... Ik heb een vriendin, laat me met... Mevrouw, ik heb een vriendin, sorry. Ja. De action is die kant op. Loop je nou met me te flirten? Nee, dat doe ik niet. Ik heb een vriendin, hè. Iedereen wil gewoon mijn nummer of zo. Ik weet niet wat het is hier. Ik val in de smaak hier in Naaldwijk. En Naaldwijk valt in mijn smaak, ja. Nee man, we moeten even naar de action. Aangezien we, ja, gaan die petitieprank doen. Dus ik ga petities... Ja, ik ga gewoon, ja... Ja. Hoe ga je uitleggen wat een petitie is aan kinderen van 12 jaar? En Tambi. Ja, dat is moeilijk. What the fuck is er met jou? Weet je wat ik altijd bij de action heb? Ik hou echt van de action. We hebben nooit werknemers. Ik zweer het, ik zoek altijd een uur voordat ik een werknemer vind. Hallo, mag ik wat vragen? Weet u misschien waar Dreft is? Dreft. Oh. Oké, dank u. Maar u werkt hier. Weet u misschien ook waar de... hoe heet het ook weer? De... De schoenen? De wat dan? De Waar wil je het voor gebruiken? Voor Nee, het is een grapje mevrouw, maar een grapje. Ik heb geen idee. Oh, oké. Geniet van het. Oké, dan wakker ik mijn lach echt inhouden, maar deze kon niet inhouden. Sorry, sorry. Die kennen dat niet. Die kamer is kapot. Doe. Stop. Ik heb een vraagje. Zou je misschien een petitie willen tekenen? Ja? Petitie tekenen? Tekenen. Het is een petitie voor dat kale mensen voortaan een pruik moeten dragen. Aangezien de zon reflecteert op hun voorhoofd en daardoor zeg maar klimaatveranderingen zijn, zoals opwarming van de aarde. Oh ja, check. Zou je willen tekenen? Ja. Ja, ik wil dat dan tekenen. Ja, gewoon hier, gewoon zo. Oh, gewoon tekenen. Dank u. Ah, ik heb wel een beetje warmer. Wacht even. Het reflecteert, sorry. Sorry. Oh, dank u. Dank u. Is goed, doei. Dank u. Hé, hey, eerste persoon binnen. Ik kreeg het heel warm. Nee. Dit is jouw... Oh, ik wil het vragen ook. Wat is uw afkomst? Sri Lankees? Sri Lanka? Lotto. Ik zeg eerlijk, omdat ik een eerlijke FIFA-verliezer ben. Je bent vergeten dat ik een zinnetje moet zeggen.
Wow. Ik ben eerlijk vandaag. Oké, we gingen een potje FIFA spelen. En de verliezer moet dan zeg maar een zin zeggen wat de winnaar heeft verzonnen. Dus Tambi, ik weet dat je dat vergeet, dus ik... Oh, ja, oké. Okay. Oké, wat moet ik zeggen? Tambi is mijn daddy en ik was een tenen sabbelen. Tambi is mijn daddy en ik was een tenen sabbelen. Echt? Ja. Mensen, zeg even in de comments wat wij moeten doen als we weer een FIFA-potje verliezen. Elke keer als we een FIFA-potje tegen elkaar spelen, doen we een gekke opdracht. Dus ja, zeg even in de comments wat we moeten doen. Over voetbal gesproken, 17 mei, vrijdag, hebben we een voetbalwedstrijd bij VV Uno in Hoofddorp. Waarbij we gaan voetballen tegen andere grote YouTubers. En dit is de Clash of the Clans. Het gaat de gekste voetbalwedstrijd ooit worden. Een grote YouTuber is erbij, kleine YouTubers zijn erbij. Tambi, de grootste YouTuber van Nederland, is er ook bij. Ik ben erbij. Ik ga voetballen, ik ga content maken. Dus kom langs. Je kan ook gratis shirts winnen. 7 uur 's avonds, niet in de ochtend. Kom langs, man. Ga even voetballen, man. Hallo. Mag ik u snel wat vragen? Nee, het is een petitie. Zou u een petitie willen tekenen? Het is heel snel. Echt 1 seconde. Ja, we willen hondenvlees legaal maken in voedsel. Zou je dat willen tekenen? We willen wat legaal maken? Hondenvlees legaal maken. Laat geen hondenvlees eten. Oh, cutie! Nee, echt niet. Ik heb een hond. Oh, cutie! Ik denk dat jij wel lekker smaakt, hè? Het wordt echt niet lekker. Ik denk dat jij lekker smaakt. Weet je waar je daar naartoe moet gaan? Naar Thailand. Daar eten ze honden. Echt? Ja, ja. Wil je mee naar Thailand? Ja. Wil je mee naar Thailand? Hondenvlees eten. Ja? Ja? Oké. Nee? Doei. Dat hondje wel echt volgens mij mee, man. Dat hondje dacht echt, hé, ik ga op vakantie naar Thailand. Nee, man, we moeten even nog... we moeten even iemand tekenen. Ik wil dat iemand tekent voor een petitie. Want petities zijn goed, petities zijn rechtvaardig. Nee, grapje, mensen. Alles is een grap voordat jullie denken dat ik echt zo denk, snap je? Hallo, een vraagje. Zou je misschien een petitie willen tekenen? Sorry, wat zeg je? Een petitie willen tekenen. Voor wat? Dat alle vrouwen verbannen worden van rijbewijs, aangezien vrouwen niet kunnen rijden. En als ze wel rijden, dan krijgen ze 2 jaar celstraf. Oké. Okay. Zou je willen tekenen? Nee, ze kunnen heel goed rijden. Oh. Echt? Ja. Dat is nieuw. Wilt u een tekenen? Nee. Nee? Teken. Oh, oké. Okay. Is goed, geniet van je dag. Oké. Okay. Doei. Oh, dat is echt niet leuk. Vandaag gaan we schreeuwen in de Basic Fit. Met gewicht van 4 kilo. Je moet ergens beginnen, weet je. Maar ja, je moet wel een beetje op beurt leggen. Dus wacht, laat even die man even ook een wedje geven. Huh? Broer, heb je geen... Broer, where are your balls, man? Waarom voelt hij dat niet? Niet gate wound. Nee, ik moet het omlaag doen. Nee. Ik zou het omlaag doen. Westside, nigga. Wat?